Al voor het einde van de wedstrijd barst het feest los bij SPM Shooters. Het 16e landskampioenschap is een feit, want Groningen wordt met 85-64 verslagen. De 16e landstitel is een feit. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Hij geniet er net. Moet je kijken. De helft ging stroef, derde kwart kwamen we in de wedstrijd, daarna kwamen we helemaal los. Hey, Groningen had totaal geen antwoord erop, hè? Nee, dat klopt. We moesten dat verbeteren ten opzichte van de eerste helft en dat hebben we gedaan. Man van de wedstrijd en eigenlijk dit hele seizoen is Brandon Curry. Hij nam zijn team op sleeptouw na een zwakke eerste helft en schoot SPM Shooters hoogstpersoonlijk naar de titel. First championship in the month. My first championship ever in my life, man. Ever. No, man, so I'm gonna cherish this moment forever. Congratulations. Het is aan aanvoerder Kees Akerboom om de beker te tonen aan het publiek. Het bewijs is daar en het kampioenschap ook. Kampioenen, olé, olé. Kampioenen, olé, olé. En dan volgt altijd een bijzonder moment. Het netje mag van de basket geknipt worden en dat voorrecht heeft alleen de landskampioen. This is the hardest place to play in. I want to thank the fans for supporting us all year long. And we're champions. MVP, MVP, MVP.